Goedenavond, mevrouw, mijn heren. Ik geef graag het woord aan meneer Van Geneugden voor zijn analyse van de wedstrijd. Dank u wel. Wij zijn naar hier gekomen, naar Cercle Brugge. We hadden heel veel gelezen en ook gehoord over de staat van het veld. Dus hadden we bewust gekozen om toch wel een beetje afwachtend aan de wedstrijd te beginnen. In die zin dat we weten dat Cercle Brugge tegen een ploeg die in de middenmoot staat, toch wel alles eraan zou doen om vanaf de eerste minuut het spel naar zich toe te trekken, om die overwinning ook thuis te houden. Ik denk dat het goed stond bij ons, dat daardoor ook wat ruimte in de rug van de verdediging van Cercle Brugge ontstond. Als ik eerlijk moet zijn, denk ik dat er in dezelfde minuut de twee gevaarlijkste fases zijn geweest. Dus enerzijds de trap van Karel aan de eerste paal, die gepareerd wordt door de doelman, die toen nog op het veld stond. En daarop volgend denk ik dat Tim Smolders een zeer goede kans kreeg, waar Logan een cruciale redding doet op dat moment. Dan in de 35e minuut was ik positief verbaasd van de penalty die we kregen. Die dan ook 6 minuten later, in de 41e minuut, koel wordt omgezet door Ivo. Maar dan missen we toch wel even die maturiteit, omdat je weet van een penalty die toch wel letterlijk en figuurlijk uit de lucht viel voor ons, dat je dan in een bepaalde fase tijdens de wedstrijd die daarop volgt, of in een bepaalde fase van de wedstrijd, datzelfde kan voorkrijgen. En dat gebeurt dan ook. En dan kan je zeggen, oké, dat is terecht dan dat ook gecompenseerd wordt, bij wijze van spreken. Dan is het 1-1, ga je de rust in. Dan denk ik dat we de man meer situatie in de tweede helft bewust hebben willen zoeken. Ook gevonden. Denk een goede kans van Karel na een hoekschop. De mooiste kans denk ik voor Shuka, die de doelman ontspeelde en dan het zijnet trapte. Daar tegenover één gevaarlijk moment denk ik met Bakenga die de bal breed moet leggen. En daar zat Robson nog tussen. Maar de tweede helft hadden we vooral veel balbezit. En hebben we jammer genoeg opnieuw de efficiëntie een beetje gemist van onze kant uit. Tijdens deze wedstrijd. Het was een rare wedstrijd. Deels door de staat van het veld, deels door andere oorzaken. Maar anderzijds, ja, het punt op Cercle Brugge. Heb ik het gevoel na 92 minuten, dat ik mag zeggen, dat we te weinig meepakken richting Leuven. Maar ik denk de twee oorzaken die eigenlijk het goed voetbal niet toelieten, hebben ertoe geleid dat het een billig gelijkspel is geworden. Dank u wel. Meneer Boy, uw analyse? Ik ben het er helemaal mee eens. Dank u. Zijn er vragen? Hoe kunnen jullie doen? Slechte zaken vanaf. Ja, maar heb jij de wedstrijd gezien of niet? Ja. Meer zaken konden we niet doen vandaag. De kaart heeft hem ons. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar Klassementen. Ja, maar ik heb geen zin om de anderen te kijken. Het heeft geen zin om de anderen. Je moet naar jezelf blijven kijken. En, ik denk in processen. En in processen waar ik net aan ben begonnen, is cirkelen helpen zich te behouden voor eerste klasse. En in die processen, daar zitten we nog middenin. We zijn er net eigenlijk aan begonnen, misschien middenin. En ik denk dat we daarin wel redelijk al het tij aan het keren zijn. Alleen ja, uitslagen ergens anders helpen je niet altijd. Maar ja, daar heb je geen invloed op. Waar je wel invloed hebt is op je eigen performance, op je eigen presteren. Nou ja, ik ben het helemaal eens. Daarom hoef ik ook niet zo ver in te gaan op de analyse met Ronnie. Die zegt het voortreffelijk. Voetbal was hier moeilijk. Zij hebben het in de tweede helft gemerkt. Wij hebben het in de eerste helft gemerkt. Ik vind het een terechte uitslag. En als je dan kijkt naar de nummer 9 op de ranglijst en de onderste, dan denk ik, oké, wij zijn echt wel bezig om de tijd te doen keren. Ja, je kan dan wel gaan rekenen op wat anderen allemaal gaan doen, maar dat heeft geen zin. Ik heb daar ook geen zin in om daar maar aan te denken. Wij moeten het zelf doen. En niemand anders voor ons. Dus
Ja, en dat zij dan winnen, ja, oké. Okay, wij zorgen ook wel eens voor verrassing, dat zullen zij ook doen. Ja, het boeit me minder. Wat mij het meeste boeit is hoe wij de lijn omhoog in moeten gaan zetten en in blijven zetten. Ja, dan komt dat moment even van de eerste helft. Want ik kijk dan naar het moment daarvoor. Ja, we hadden nooit in die situatie mogen komen. Van de rode kaart bedoel je? Ja, het is niet eens een rode kaart. Ja, maar snap je? Dus wij worden toch weer gestraft. Terecht, het is 1-1, dat wordt gecompenseerd. Maar dan wordt één ding niet gecompenseerd. Dat is dat je dan 10 tegen 10 gaat spelen of zo. Weet je? Dan denk ik van, nou, dan is het eerlijk. Dat was het ook niet. Nou, dan krijgen wij weer een tikje, krijgen wij wel mee te maken. Nou, dan vind ik dat we heel hard gewerkt hebben. En het maximale uiteindelijk eruit gehaald hebben. Want meer zat er niet in. Meer zat er vandaag niet in. En oké. Okay. Morgen is het zondag en dan gaan we ons weer dit rustig nabespreken en ons weer opladen voor de volgende pot. Dat is de bekerwedstrijd tegen Oostende. Dat is de realiteit. De laatste drie trainingen, alle drie strafschoppen waar dat elke penalty was er al iets aan te maken. Ja. Is dat niet het pijnlijkste? Nee, nee, ja, dat zeg ik, sommige dingen heb je niet in de hand, maar ik vond vandaag wel. En wij hadden niet in die situatie mogen komen en dat had niet gehoeven, omdat we gewoon niet goed staan. En dat is naïef, ik noem dat naïef. En als je eruit wil en je wil het redden, moet je niet naïef zijn en met name in het verdedigen niet naïef zijn. En dat hadden we kunnen voorkomen. Dan had je gewoon... geen strafschop gehad, had je ook geen rode kaart gehad. Het is te voorkomen. En wat ik ook vervelend vind, is dat we dan een speler hebben die om gele kaart of rode kaart gaat vragen. En dan zelf een kaart oploopt en een schorsing. En daarmee ook het team en cirkelen niet helpt. Daar kan ik heel slecht tegen. Ja, maar dit was een terechte gele kaart. Ja, de scheidsrechter had hij groot gelijk in. Het irriteerde mij ook. Wij wilden wel waarschuwen, maar ja, het was niet te bereiken. Ronnie, jullie hadden controle in de tweede helft. Vrij gemakkelijk voelend. Maar jullie gingen nooit echt op zoek. De Westen is ook een spits voor de spits. Jullie gingen niet echt op zoek naar de overwinning. Ik had net dat jullie tevreden waren met dat. Nee, dat zou ik niet direct durven zeggen. Het was alleen... zinloos denk ik om veel mensen voor de bal te gaan placeren. Hè. Dus, en ook zoals in de eerste helft zou er ook een beslissing uit kunnen vallen die in ons nadeel zou spelen. Dus wat dat betreft denk ik inderdaad dat en ook de staat van het veld. Dat is hopelijk een agendapunt voor de nieuwe burgemeester, heb ik begrepen. Dus, zal de club en de vereniging alleen maar ten goede komen. Dank u wel, dus de eerste. En nog iemand? En het juiste woord gebruiken. Ja, en de vrede. Nog iemand? Ja, Fokke, ik kan me voorstellen dat je wel tevreden was over het spel tot aan die rode kaart. Nee, ik was niet tevreden over het spel. Nee. En, wij wisten dat Leuven eigenlijk de ruimtes klein zou gaan houden, omstandigheden uitbuiten. En dat is logisch, ik zou het omgekeerd ook gedaan hebben. Maar daar, ik vond ons niet goed in de wedstrijd zitten eigenlijk. Nee. Ik vond ons duidelijk minder dan de andere wedstrijden. En, ja, misschien zat er wat spanning op, dat kan. Maar ja, ook het veld, ik vond het wat nerveus, ogen. Het veld is ook zo dat je moeilijk kunt combineren. Dat je iedere aanname moet je heel geconcentreerd zijn of voordat je de bal weer kan doorspelen. Ja, als die ruimtes dan al beperkt zijn, dan wordt het wel heel lastig. Dat konden we niet openbreken. Eidoer konden we moeilijk bereiken. Ik vond Moes en Rudy moeilijk in de wedstrijd zitten. Die normaal toch wat flitsender zijn. Ja, dan wordt het moeilijker. Dus desalniettemin toch zeg kansen gehad. Oké, het gebeurt niet. En we krijgen de deksel op de neus met de rode kaart. Want dat vind ik wel vervelend. Ja, als je in processen denkt, dan zie je een team als Leuven en wij, dan denk ik van ja, we
zijn echt wel bezig om het om te gooien. Dat zie ik wel. Dus ja, uiteindelijk gaat het om de harde punten. En ik heb ook aangegeven, jongens, het liefste met goed voetbal. Maar als het niet lukt, dan lelijk winnen kan ook. Er staat geen straf op. Maar dat zat er niet in vandaag. Dat zat absoluut. Zitten de jongens nu diep? Nee, ik snap wat je probeert te vragen. Want ik hoorde ook opmerking dat de wandelgang 7-9 is gezegd. Maar ja, ik weet niet welke wandelgangen dat zijn. Maar het is niet hier in de wandelgangen van de vereniging. Anders had ik dat wel gehoord. Want de competitie duurt tot 30 maart. En als ik, zoals ik denk, in processen denk, dan is dat wat langer dan de komende 3 wedstrijden. Dat ze belangrijk zijn, ja, dat hoeft niemand ons uit te leggen natuurlijk. Jongens zijn echt teleurgesteld. Maar ik denk ook, als je met 10 man tegen dit team in die moeilijke omstandigheden het punt eruit sleept, moet je ook daarna kijken. En het kan ook kracht geven. Dus, ja, nu is het Oostende en dan gaan we naar Liersen. Het wordt weer een heel andere wedstrijd, andere omstandigheden. Voetbal is nooit te voorspellen.